Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik ben de dagen helemaal kwijt. Maar het is vrijdag en ik ben vrij, dus dat is lekker. Maaike gaat straks werken. Ik heb nog wel uitgeslapen, want het is inmiddels bijna 11 uur en ik moet nog zo eten. Ik heb niet zoveel op de planning staan, behalve sporten en de vlog van kerst editen. En dan, ja, dan is het alweer. Hey, hamster is ook wakker. Hij is altijd wakker met mij. Gaat alleen even plassen, denk ik. Maar niet zoveel te doen dus. En ik mag mijn Rideware bestelling weer doen. Dus dat is leuk. Dus dat ga ik zo even doen. Want ik weet echt niet wat ik moet kiezen nog. Want we hebben nu sale en echt heel veel leuke dingen. En ja, dat is het dan wel. Ben je wakker? Ja. Ik had gisteren een nieuwe koffie gehaald. Dus die ga ik even uitproberen. Maar welke? Deze heb ik al eerder gehad. En deze is even sterk. Dus die vind ik vast wel prima. Dit is een wat slappere. Maar ik dacht, hé, misschien heb ik daar soms ook zin in. Ik ga denk ik deze proberen. De bel gaat net en dat is de DHL-bezorger. En hij is al vaker geweest. En hij komt elke keer in zijn wielren-outfit. Aan op. Maar hij kwam dus in zijn wielren-outfit. En ik dacht al een paar keer van, huh? Hoe doe je dat? De pakketjes bezorgen ermee. Maar hij had dus echt zo'n hele kar achter zijn fiets hangen. Nou, dat is gewoon kaart doortrappen volgens mij. Maar goed, dat is echt wel goed. Dit is een kerstcadeautje van Rideware. En ik heb al gezien wat het is bij andere atleten. Dus ik ga het nu even uitpakken. En het is echt heel tof. Kijk hoe tof. We hebben gewoon een heel lief kaartje gehad. Echt heel erg lief. Handgeschreven zelfs. Dat is bijzonder tegenwoordig. En dit jasje. Die had ik dus eigenlijk al natuurlijk, omdat ik hem zo tof vond. Met mijn naam erop. Echt heel cool. En Team Rideware op de achterkant. Echt super leuk. Ik vind het echt zo'n leuk gebaar. En het was ook gewoon echt een verrassing, zeg maar. Ik kreeg ineens een mailtje dat er iets onderweg was voor me. En als notitie stond er toen, a Christmas gift. Ja, echt super tof. Echt heel leuk. Ik was zo druk bezig met mijn Rideware bestelling uitzoeken dat ik helemaal vergeet mijn ontbijt te maken. Dus het is nu al heel laat en ik ga nu ontbijten. Maar dat is niet erg. Alleen het is heel stom. Heel veel dingen die ik wilde zijn nu net uitverkocht. Door de korting die ze natuurlijk hebben. Want dat gaat natuurlijk veel harder. Dus misschien wacht ik nog even met bestellen. Totdat het er weer is ofzo. Wat te doen? Wat zal ik even doen? Er zijn wel veel dingen die ik nog wil. Die wel in de sale zijn nu. Zoals schoenen en zo. Leukste momentje van de maand hoor. Gratis bestellen. Dat is natuurlijk super tof. Maar goed. Dat dus. Ik ga nu ook even eten. Ik heb mijn haar vermout voor het eerst gemaakt. Oh, heet. Voor het eerst gemaakt met de isolaatwei van Wim's Best. Die hebben ze nieuw sinds kort. Die zit in een zak in plaats van in een pot. Wat ik eigenlijk wel irritant vind. Maar maakt niet uit. Hij is helemaal niet zo duur. Als shake heb ik hem al goed gekeurd. En nu ben ik heel benieuwd hoe die in mijn haar vermoutje is. Dit is echt een van zo'n hele nutteloze dag waar ik echt... geen kloot op doe gewoon. En dat is niet de bedoeling. Dus ik heb nu mijn sportkleding aangedaan. En dan ga ik nu maar eens naar de sportschool toe. En hopelijk wordt het nog wat met deze dag. Meestal heb ik na de sportschool wel weer wat meer energie. Dus dan doe ik daarna vaak wel weer wat. Want ik zit nu echt helemaal niks te doen. Ik heb ook nog bijna niks gedronken. Maar goed, ik ga eerst even snel trainen. En dan ook eens wat doen hier. Haar in de staart. Shirtje aan. Rideware jasje aan met mijn naam erop. En ready to go. Eindelijk. Thuis en de training ging goed. Heel raar. Aan het eind zat ik op de leg extension. En ik had echt... Ik zweer dat die kerel schuin tegenover me aan het filmen was of zo. Ik had geen eens een kort shirtje aan of zo. Ik had gewoon een wijd lang shirtje aan. Niks bijzonder sexy's aan of zo. Dat je dat zou willen filmen. En dan ook echt de leg extension. Dat je denkt, oké. Okay. Dus ik had van, ja, moet je daar wat van zeggen? Wat vinden jullie? Ik vond het een beetje raar. Ik was sowieso net klaar. Dus ik dacht, oké, doei, wegwezen. Maar dat is toch raar? Maar goed. In ieder geval, ik heb nu even mijn shirtje uitgedaan. Want ik ga heel even mijn poseren oefenen. Want dat doe ik nog steeds af en toe. En daarna is het wel eens tijd om hier te gaan opruimen. En misschien wat te eten. Want het is echt, echt een bende. Het is gewoon gênant. Maar goed dat je niemand kan zien. Maar goed, even oefenen dus. Oké, ik ben de rommel hier officieel spuuggezat. Dus ik ben echt in een opruimflow ineens. En ik heb besloten dat ik gek ben van die stomme kerstdingen. Ik ben dol op kerst. Maar zo gauw het voorbij is, wil ik het ook weg hebben. En onze boom,
is echt een zielig geval geworden. Hij hangt helemaal, dus ik ga hem gewoon lekker leeghalen en pleur hem even buiten neer tot hij weg kan. Want dit vind ik echt geen gezicht gewoon. Dit wordt leuk. Je mag me nu hard uitgelachen. Want ik ga hem eentje die boven maar buiten pleuren. Eerst een jasje aan doen, want volgens mij is het echt fijn. Hier word ik heel blij van. Kijk hoe netjes. Het is ook meteen weer, een stuk ruimer, zeg maar. Nu ik gewoon weg is, valt me op. Maar goed, dit was dat. En nu heb ik zelfs de dingen die ik moest doen niet gedaan. Zoals de afwas. Of een wasje of zo. Maar ik denk dat Michael hier ook heel blij mee is. Want hij werd al gek van die boom. Vooral omdat hij nu ook zo lelijk was. Maar daarvoor vond hij het ook wel stom. Maar goed. Nu is het weer zoals het hoort. Even een afleveringetje van The Crown kijken. Het is inmiddels al 10:30. En Michael was net thuis aan het werken, maar die ging meteen door. Die ging vanavond naar vrienden. En ik ging niet mee, dus ik wilde chillen. En echt helemaal geen zin om in mijn eentje te zitten. Maar ja, ik heb ook echt geen zin om naar een groep mensen te gaan. En me fatsoenlijk te moeten maken, want ik zit er nu best wel prima bij. Dus daar houden we het gewoon op. Dus ik denk dat ik de switch even aan ga doen. Voor een beetje Mario. Wie is er wakker om te knuffelen? Ja, Hammy. Wat ga je doen? Ga je wel eens weg? Hoppie. Het is wel eens tijd om naar bed te gaan. Morgen ben ik ook lekker vrij. Dus ik denk dat ik morgen de camera wel weer meeneem. Ochtends eventjes cardio doen. Smiddags lekker trainen. Verder eigenlijk helemaal niks morgen. Zoals het hoort in de vakantie. En oudjaarsdag moet ik werken. Maar dat is denk ik best gezellig. Dus dat vind ik niet erg. Dus ja, dat was het eigenlijk. Ik hoop dat jullie mijn enigszins saaie dag een beetje leuk vonden. Zoals ik vond het erg saai eerlijk gezegd. Ik ben liever toch wel iets actiever dan dit. Maar goed, dit soort dagen hoort het er helemaal ook bij. Ik heb niet al mijn eten laten zien trouwens. Bijna niks. Maar ik heb wel gewoon gegeten. Dus niet dat jullie denken dat ik niks eet. Ik ben het gewoon vergeten te laten zien veel. Maar ik ga jullie heel snel weer zien. En ik ga nu lekker slapen. Doei!